Nijmeegse stinkfabriek gaat na 50 jaar verdwijnen. De gemeente koopt de asfaltcentrale en zal het pand na de jaarwisseling gaan slopen. Jarenlang is er veel te doen geweest rondom de asfaltcentrale in Nijmegen. De vieze stinkfabriek, zoals omwonenden hem noemden, was velen tot last en overtrad ook regelmatig de uitstootnormen. Vandaag kwam de gemeente met opmerkelijk nieuws. Nijmegen koopt de fabriek voor een bedrag van 7 miljoen euro en zal de deuren nog voor het eind van het jaar sluiten. Daarna wordt de fabriek gesloopt. Vandaag heeft de gemeente besloten, het college van de gemeente, om tot aankoop te gaan van de asfaltcentrale en de energieweg. En dat betekent dat zij voor het einde van dit jaar zullen stoppen met het produceren van asfalt. En volgend jaar zullen zij gebruiken om de asfaltcentrale op te ruimen. En dan kunnen we na gaan denken over een nieuwe invulling van deze locatie. Ja, we hebben al jarenlang gesprekken over de asfaltcentrale in Nijmegen, de APN. We hebben gesprekken met de buurt, maar ook met de asfaltcentrale zelf over de overschrijding die zij in 2021 op het gebied van PAK hebben veroorzaakt. En wij wilden eigenlijk heel graag dat vroeg of laat deze milieuoverschrijding zou stoppen. Dura Vermeer, de eigenaar van de asfaltcentrale, heeft eerder een aanvraag gedaan om de productie te verdubbelen. Hierna is de gemeente in gesprek gegaan over de toekomst van het bedrijf en nu is het besluit genomen om de centrale te kopen. Wij denken dat hiermee eigenlijk een goede oplossing gekomen is van dit dossier. De aankoopprijs van de onroerende goederen is 6,95 miljoen euro. Dat is onder de taxatiewaarde. Nou, het geld van wat we gebruiken om dit aan te kopen komt uit onze reserve, om maar zo te noemen. Dus door een verslechtering van onze reservepositie. Dat is jammer. Tegelijkertijd, die bijna 7 miljoen is niet het hele bedrag. Dat wil zeggen, we kopen grond voor 5 miljoen. Die kunnen we ook weer verkopen, ongeveer voor dat bedrag. En de opstallen die daar nu staan, dus zeg maar even de fabriek, de asfaltfabriek zelf, ja, die gaan we natuurlijk niet hergebruiken, want we willen geen asfalt maken. Dus dat is het stukje wat we moeten, wat dan heet desinvesteren, wat we moeten afschrijven. Dus dat zijn de kosten voor de gemeente. De fabriek gaat dus verdwijnen. Maar moeten de omwonenden zich nu zorgen gaan maken om een nieuwe vervuiler? Ja, Nijmegen-West heeft altijd last gehad van problemen met de luchtkwaliteit. Denk dan aan houtstook daar, denk aan verkeer dat daar rondrijdt, binnenvaart en ook een bedrijventerrein. Op dat bedrijventerrein staat dit bedrijf en dit was een belangrijke speler daarin. Maar we zetten hier een grote stap. Maar onze inzet voor luchtkwaliteit in Nijmegen-West is nog lang niet afgerond. We weten in ieder geval dat het geen woningen zullen zijn. Er zitten nog steeds heel veel bedrijven in dit gebied. En wij vinden ook nog steeds als gemeente dat het ook een bedrijventerrein moet blijven. Maar er zijn er nog heel veel opties van wat hier eventueel zou kunnen komen. Nou, daar nemen we even de tijd voor. En misschien is het ook zo, voordat we tot een definitieve invulling gaan, dus tot weer tot verkoop, dat we dan tijdelijke andere invullingen hebben op dit terrein. Wat er hierna komt, dat moeten we nog gaan bekijken. Maar we willen natuurlijk niet van de regen in de drup belanden. Het is niet voor niets dat we een asfaltcentrale weg willen hebben. Vierdaagse feesten is in grote geldnood. Dat kopte dagblad De Gelderlander afgelopen week. De stichting achter de Vierdaagse feesten zou ook komend jaar weer een enorm gat in de begroting hebben. Toch ligt het wel even wat genuanceerder, reageerde de Vierdaagse feesten hierop. Hoe staat het er nu echt voor met het grootste evenement van Nijmegen? En wat gaat de gemeente doen als het inderdaad een keer goed misgaat? Nou, dat ligt niet voor de hand dat de gemeente nu in eerste instantie iets financieel gaat doen. De Vierdaagse feest heeft een hartstikke gezonde begroting, zeggen ze ook zelf. Ja, dat is denk ik allemaal wel een klein beetje overdreven. Het klopt dat de financiële vooruitzichten voor de stichting niet heel positief zijn. Maar we hebben nog een stukje eigen vermogen wat we kunnen aanwenden. En we zijn ook constructief in gesprek met allerlei partijen om te kijken hoe we dit oplossen. Burgemeester Bruls wijkt af van eventuele financiële tegemoetkomingen. Ik vind dat dus totaal niet voor de hand liggen. De kosten nog lager dan die 1 euro, dan wordt het 0 euro. Dat zal ze niet helpen dus. En de subsidie is al enkele tonnen, 1/3 van hun begroting. Daarnaast heeft de gemeente nog een heleboel kosten die ze helemaal niet doorberekend. Denk alles wat we doen op gebied van veiligheid en beveiliging, dat wordt echt niet allemaal betaald door de feesten. Nee, dat vind ik echt te ver gegrepen. Dat vindt de Vierdaagse feesten trouwens zelf ook. Zeg maar, dit jaar viel de sponsoring een stukje tegen. Hebben we daar niet het budget gehaald wat we moesten halen? En dat betekent dat je eigenlijk dat meteen voelt in de totale realisatie van het evenement. En zijn we ongeveer inderdaad een ton in de min gegaan. Dus
Het is redelijk verklaarbaar, of je ziet het redelijk aankomen als door het jaar heen de sponsoring niet wordt wat het moet zijn. En dat is wel een groot risico voor ons, want die sponsoring is natuurlijk ieder jaar best wel wisselend en je weet niet precies waar je aan toe bent. Bruls verstaat het belang van de feesten en is bereid ver te gaan voor de instandhouding daarvan. Vierdaagse feesten zijn van enorm belang voor de stad. Samen met de Marsen is het het grootste evenement van de stad. Als je enquêtes onder Nederlanders volgt, waar ken je Nijmegen van? Dan is dit wat met stip bovenaan staat. Heel veel mensen beleven enorm veel plezier aan. Het is daarnaast voor behoorlijk wat organisatoren en horecamensen een belangrijke bron van verdiensten. Dus het heeft ook heel veel economische betekenis. Dus natuurlijk zijn wij bereid om daar heel ver in te gaan om de feesten te behouden. Maar één ding, daar zijn de feesten en gemeentebestuur in ieder geval over eens. Er zal een verandering moeten gaan optreden. Je kunt niet blijven verwachten dat je een gratis toegankelijk feest kunt blijven houden met steeds maar stijgende kosten en eisen en ook wensen vanuit het publiek. Hè. Ik bedoel, als je ziet hoe de feesten 30 jaar geleden waren, ook qua artiesten en optredens, ja, daar is ook wel een sprong in gemaakt. Er zijn ook dingen veranderd. Ik wil niet zeggen dat we terug moeten naar 30 jaar om de tijd, maar dat zijn keuzes die niet zozeer het gemeentebestuur heeft gemaakt, maar de organisatoren zelf. En dat hele brede palet moet je een overschoon nemen. De plannen voor de oprichting van een nieuwe islamitische middelbare school in Nijmegen zijn ingetrokken vanwege onvoldoende steun van de ouders en negatieve adviezen van de gemeente Nijmegen. De gemeente was terughoudend vanwege de zorgen over versnippering van het onderwijsaanbod. Er is momenteel al een divers aanbod, maar het aantal tieners dat naar de middelbare school gaat in de regio neemt ook af. Daarom is er besloten dat een school ook moet verdwijnen, namelijk het Dominicus College. De gemeente vreest dat de komst van een nieuwe middelbare school zal leiden tot verschaling van het onderwijsaanbod. De 56-jarige vrouw uit Elst die volgens het Openbaar Ministerie haar man vermoordde met een bel, heeft een deel van de verklaring aangepast. De vrouw zegt gehandeld te hebben uit zelfverdediging na een aanval in de hal van haar woning. Toen er ook bloedsporen in de slaapkamer werden gevonden, zei ze dat dit van een eerdere bloedneus van haar man was geweest. De vlekken zouden nog voor het incident zijn overgeschilderd. Later bleek de verf pas na de verdwijning te zijn gekocht. De vrouw verklaart nu dat het incident op de slaapkamer heeft plaatsgevonden en niet in de hal. Onderzoek moet uitwijzen of het nieuwe verhaal strookt met de gevonden bewijslast. Het Valkhof Museum in Nijmegen heeft twee bijzondere handschriften uit de middeleeuwen aangekocht. Beide werken hebben een Gelderse link, waaronder zelf met de gebroeders van Limburg die rond 1400 in Nijmegen en Frankrijk werkten. De werken zijn aangekocht via een handelaar op de kunstbeurs Tefas in Maastricht. De nalatenschap van een Nijmeegse kunstliefhebber heeft de aankoop mogelijk gemaakt. Filmdocent Ellie van het NSG Groenewoud in Nijmegen is uitgeroepen tot beste filmdocent van de regio Oost. Dit is nog maar een tussenprijs, want op het internationale filmfestival in Rotterdam wordt binnenkort bekendgemaakt wie zich de beste filmdocent van Nederland mag noemen. En met deze prijs denkt Ellie ook mee naar deze titel. Als het aan de leerlingen ligt, is de strijd al lang gestreden. Ik heb nog even zitten twijfelen of ik überhaupt wel, want je moest van alles aanleveren en dat moest op een vrije dag. En ik denk, ja, is het nou zo leuk? Toen heb ik het gelukkig gedaan en toen ik gewonnen had, dacht ik, ja, dat is wel heel leuk, want het brengt van alles met zich mee. En dat is ook goed voor de school. Hoewel kinderen nu opgroeien met bewegende beelden en film, is het nog geen standaardvak op school. Tegenwoordig wordt iedereen opgevoed met film. Bij mij was dat niet zo, maar hoe oud zij zijn, zijn zij opgegroeid met film. En eigenlijk hebben ze geen idee wat film doet. En ze leren hier een beetje van wat film doet. Allemaal verschillende technieken die allemaal verschillende dingen bij je opwekken. En hoe ze dat zelf kunnen inzetten. En juist doordat ze het zelf inzetten, leren ze nog beter ja, hoe het werkt. Zeg maar. Hoe ze eigenlijk ook gemanipuleerd worden door film. Een van de fijne dingen van film is dat heel veel leerlingen hun ei erin kwijt kunnen. Want ik geef ook theater en in theater zijn toch sommige leerlingen die hebben gewoon echt niks met theater, zoals ik niks met sport heb. Maar in film kunnen veel leerlingen toch hun ei kwijt. En wat leren jullie allemaal in de lessen? Ja, veel. Hoe je shots gaat schrijven, hoe je een camera perspectief moet houden. Ja, dat soort dingetjes. Inderdaad, wat hij zegt, perspectief, camerabewegingen, echt alles leer je. We maken een soort van film en die stuur je uiteindelijk
die wordt uiteindelijk opgestuurd en dan gaan andere gaan juryleden gaan dat dan beoordelen. En het is best wel een raar idee dat andere mensen uiteindelijk misschien ook je film wel gaan zien. En hoe ben jij als docent? Hoe ben ik als docent? Ja, dan moet je eigenlijk een leerling vragen. Ja, ik vind het heel goed, want ze geeft ons ook heel veel vrije tijd als we eenmaal mogen filmen. En dan vind ik dat ze goed doet. Want als pubers heb je wel veel vrije tijd nodig. Dus, ja. Je bent gewoon helemaal vrij in de lessen. Soms moet je inderdaad ergens op letten of zo, maar dan is het ook niet heel erg of zo. Dus je mag gewoon echt jezelf zijn in deze klas. En ook vooral met deze docent. Ja, ik vind ze erg goed. Ze is heel serieus. Ze pakt goed aan, ze helpt kinderen goed, ze maakt er tijd voor. En ze kan wel tegen een grapje, maar ze kan ook gewoon heel serieus zijn. Dus dat is wel heel fijn. En ik gun het haar ook. Dus. Ja, na een aantal licht wisselvallige herfstdagen krijgen we de komende dagen met meer regen te maken. Morgen duurt het nog wel even voordat de regen bij ons terechtkomt. In de ochtend trekt het neerslaggebied via het westen het land binnen. En pas aan het einde van de middag bereikt het onze regio. Wel staat er overdag al een stevige wind en wordt het niet warmer dan een graad of 11. Ook donderdag start nog droog, maar in de loop van de middag trekt er een buiengebied vanuit het westen over onze regio. Vrijdag zal verder ook een wisselvallige dag worden met van tijd tot tijd een bui. En tot zover het RN7 regionieuws van dinsdag 7 november. Volg het laatste nieuws op onze website rn7.nl en volg ons zeker ook even op de bekende social media kanalen. Morgen zijn we weer bij je terug. Graag tot dan.